De laatste keer dat de spelers van Fortuna Sittard hier van het veld afstapten was met een heel goed gevoel, want er werd gewonnen van Excelsior. De eerste zege van het seizoen en weg van plek 18, voorlopig althans. En als je dan onderaan bungelt in die Eredivisie, dan wil je na zo'n overwinning eigenlijk zo snel mogelijk weer spelen. Dat lukte nu niet vanwege die interlandperiode. Maar trainer Julio Velasquez was daar niet echt rouwig om. I'm very happy with this period because I have the opportunity to work a different concept in the offensive phase, defensive phase. In die twee weken was er ook ruimte voor ontspanning. Zo zagen we spits Burak Yilmaz cultuursnuiven in het Van Gogh Museum in Amsterdam. En dat allemaal op weg naar een belangrijke reeks wedstrijden. Want kijk maar eens even mee. Na zondag volgt namelijk Vitesse, daarna RKC thuis en dan uit tegen NEC voor de beker. En de maand oktober wordt afgesloten met uitwedstrijden in Rotterdam tegen respectievelijk Feyenoord en Sparta. Maar eerst dus FC Volendam. En de Noord-Hollanders versterkten zich op de laatste dag van de transferwindow met Maastrichtenaar Xavier Bouyamba, die na MVV en Barcelona bij Chelsea terechtkwam. Daar nooit echt kon doorbreken en in Volendam op zoek gaat naar speelminuten. Ik denk dat dit een heel belangrijk seizoen is voor mij. Dus mijn eerste seizoen in het mannenvoetbal, ergens in het eerste. En dat is heel erg belangrijk voor een jonge jongen om gewoon minuten te maken in het eerste ergens. En ik ben nu 20. Als ik nu gewoon een heel seizoen Eredivisie speel, dan is het heel goed voor me. En als we dan naar het rechte rijtje van de Eredivisie kijken, zien we meteen het belang van deze wedstrijd. Fortuna staat met 4 punten op plek 16. Evenveel punten als Cambuur en FC Emmen, maar een beter doelsaldo. Maar we zien ook dat het gaatje met Volendam slechts 1 punt is. The focus is not in this moment the classification only. No, it's the match. Maat bij maat. Een overwinning zou dus heel erg welkom zijn voor Fortuna Sittard om weg te komen uit die gevarenzone. Aftrap zondagmiddag van deze kelderkraker om 12:15 in Sittard.